Sommige bedrijven, hè, die doen de marketing fantastisch en denken zo'n fantastisch merk. En niemand wilde werken. Ik hoorde vanmorgen op de radio dat een van de grootste problemen vanaf 2024 is een personeelstekort bij bedrijven. Volgens mij is dat al langer aan de gang, want de jaren 5, 6 maak ik wervingsvideo's. En wervingsvideo's, die hebben gewoon impact. En dan maken we zo'nzelfde video zoals dit. Alleen dan met één of twee enthousiaste collega's. Dan vertellen ze iets over hun passie en eroverheen fantastische beelden van jullie merk of van jullie diensten. En dat gooien we de wijde wereld in. De meeste bedrijven zijn gewoon mooie bedrijven. Sommige mensen zitten er te lang en hebben te veel meegemaakt, waardoor het een beetje afzwakt en voordat je het weet zijn ze weg. Maar om daar weer nieuw leven in te blazen, om te gewoon te laten zien wat een mooi bedrijf het is waar ze werken. Dat is toch fantastisch? Loop jij daar tegen zoiets aan? Dat je geen personeel hebt, dat je personeel wegloopt. Ik denk dat het dan tijd is dat wij heel even een keer een bakkie gaan doen. Ik denk dat wij jou kunnen helpen om in ieder geval het beeld voor het personeel naar een hoger level te tillen. Sommige bedrijven, hè, die doen de marketing fantastisch en denken zo'n fantastisch merk en niemand wilde werken. Nou, heel eerlijk, ik denk dat dat hand in hand gaat. Als je een fantastisch merk hebt, een fantastisch product of een fantastische dienst, dan moet dat samengaan in een goede en een heerlijke werksfeer. Maar niet iedereen ziet dat. Maar ik denk dat het tijd is om dat te laten zien. En sommige bedrijven moeten ook gewoon even ervaren hoe het is om gezien te worden.